ben dus gevraagd om als eerste kerkmeester een invulling te geven aan de kerk. Ik was enorm gegrepen meteen toen ik daar voor het eerst kwam door de maat van de kerk. Je voelt ook dat dat dan ook een soort van heftige geschiedenis of zo gehad moet hebben. Dus je denkt van waarom hebben mensen hier zo'n enorme kerk geplaatst? En ik vond het ook interessant als je dan binnen de kerk komt, dat dat dus dat het door verschillende tijdperken heen gegaan is, waarbij het op verschillende manieren gebruikt is, niet alleen als kerk, maar ook als een soort hospitaal. Dus dat sprak me wel enorm tot mijn verbeelding. Maar ik moet zeggen, de sfeer daarbinnen is echt onwerkelijk ten opzichte van de omgeving eigenlijk. Van het is veel meer iets als je denkt, ik ben in een grote stad in Frankrijk en dan zie je zo'n kathedraal. Nou, dat heb je daar dan in veren, zeg maar. Dat is een beetje, dan word je ook nieuwsgierig van waarom is dat daar? En dat triggert mij wel om iets te verzinnen. Om daar antwoorden op te geven, zeg maar. En ik had wel zoiets van, het is eigenlijk mooi om van de gelegenheid gebruik te maken om iets te laten gebeuren daar. Iets wat actief is en prikkelend, zeg maar. En niet alleen maar decoratief. Ik heb besloten om een soort scheepsmodellen te maken van kaarsvet. En dat kaarsvet is natuurlijk fantastisch materiaal, omdat het iets heel associatiefs heeft ook met het leven wat eigenlijk zomaar voorbij gaat. Net als een kaars die opbrandt, vond ik dat een hele mooie symboliek ook. Dat zo'n gebouw, zo'n kerk die daar staat in Veren, die overleeft zeg maar meerdere generaties, maar ja, de wereld daaromheen verandert, maar die kerk die staat daar nog steeds. En ik dacht juist misschien iets kwetsbaars, zoals dat een voorwerp van was, wat weg zou kunnen smelten. Dat ook dat element van die tijd die voorbij gaat en ook de tijdsgeest waarin we zitten, waarbij we als mensen zich ons toch kwetsbaar voelen, zeg maar. Dat ook verbeeld is in de vorm van die scheepsmodellen, zeg maar. Wat voor mij een soort van symbolen zijn ook voor, net zoals het schip. Wat zeg maar naar de horizon vaart, het leven ook eigenlijk iets is wat je, waarvan je niet weet wat er achter de horizon ligt, zeg maar. Dus ik heb daar meerdere associaties bij die scheepsmodellen. Dus ik wil wel iets activeren. Maar ik hoop dat genuanceerd is en dat mensen daar hun hoop en hun enthousiasme ook over kunnen opwekken. Als ze mijn werk zien daar in die kerk. Ik heb er heel veel zin in.